Jesus in the streets.
name is power. Amen. Your name is healing. Amen. Hallelujah. Hij is hier in ons midden. Amen. Amen. Laat de voorgaan in de aanbidding. Laat de koning boven alle koning. Amen. Hier in ons midden. Dit is uw kans. Zeg dank. Dank u wel, Heer Jezus. Open uw mond. Kijk niet links en kijk niet rechts. Zeg dank u wel, Heer Jezus. U heeft mij uit de duisternis gehaald. Amen. U heeft mij gered. Amen. U bent een geweldige Heer. Worship Him. Aanbid zijn naam. Onze koning over alle koningen. Er is geen andere God zoals u bent. U bent ongeëvenaard. U bent een geweldige God. Het voorrecht dat wij uw kind mogen zijn. Wat een voorrecht dat wij hier vandaag in uw eigendom mogen komen. Dank u wel. Heilige Geest, wilt u deze dienst
leiden vanaf het begin, het midden tot het eind. Amen. Zodat ieder gesproken woord naar uw wil zal zijn. Dat allemaal vragen wij u weer in de naam van Jezus. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Goedemorgen allemaal. Morgen. Voordat we het woord gaan beginnen, gaan we natuurlijk bidden voor onze kroonjuwelen, onze kinderen. Want ze zijn de kroonjuwelen van deze gemeente. En voordat we gaan bidden voor ze, gaan we eerst lezen uit Markus 10. Markus 10, vers 13. Tot 16. De eerste plaat. Hoe ziet u aan? Dat is Markus 10. Er waren mensen die kinderen bij Jezus bracht. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen. En toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij zei, laat de kinderen bij mij komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is voor hen. Luister goed naar mijn woorden. Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld, net zoals een kind dat doet. Anders kan je er niet binnenkomen. Halleluja. Laten we onze handen uitstrekken naar onze kinderen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons gezegend heeft met deze kinderen. Dank u wel, Heer, dat u ons gezegend heeft met de nieuwe generatie van, voor deze gemeente, Heer. Dank u wel, Vader, dat u voor ieder kind wat hier staat een bijzonder plan heeft. Voor de een heeft u een plan als een toekomstig beursbieder. Voor de andere heeft u weer een plan als een toekomstig voorganger. En weer voor een ander heeft u een plan als een keyboardspeler. Voor een ieder heeft u een bijzonder plan, Heer. En dank u wel, Heer, dat u voor deze gemeente de toekomst al garant heeft gesteld, Heer. Dat u al een nieuwe generatie heeft opgeleid, Heer, voor deze gemeente. Dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over de toekomst van deze gemeente. Want u bent toch uw God van trouw. U kijkt vooruit. U regeert nu en u regeert nu al over onze toekomst. Zo ook over deze gemeente, Heer. Dank u wel daarvoor, Vader. Dank u wel ook, Heer, voor de ouders van deze kinderen. Wilt u die ouders van deze kinderen ook rijkelijk zegenen? En dat die ouders deze kinderen mogen onderwijzen. En dat deze kinderen, wij spreken uit in geloof dat deze kinderen beschermd mogen worden, ook als ze puber worden, dat ze niet van u weg zullen lopen. In de naam van Jezus spreken we uit bescherming over hen. Als ze later ouder worden, dat ze bij u, dicht bij u zullen blijven. En geen duistere machten zal een vat kunnen krijgen op deze kinderen die hier staan. Halleluja. Heer, dank u wel. En wilt u ook zijn bij de leider van de zondagschool, zodat zij op een goede manier deze kinderen mag onderwijzen. Halleluja, Vader. Geprezen zij uw naam. Amen. Goed gedaan. Prijs de Heer voor de kinderen. Ze zijn een voorbeeld voor ons. Wij moeten net als deze kinderen openstaan voor Gods nieuwe wereld. Anders zullen wij er niet binnen gaan. Dat staat in Markus 10. Anders zullen wij er niet binnen gaan. Dat is best wel een vermaning voor ons. En ik dank God dat ik vandaag het woord mag brengen. En ik dank ook natuurlijk pastor Teddy en zijn vrouw voor het vertrouwen. Broeders en zusters, het thema van vandaag, wat ik met jullie wil delen is, en dat is het volgende plaatje. En
Als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. Wow. En als u bidt, ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt. Prijs de Heer voor deze vermaning. Weet u, als de Heer vermanend tot ons spreekt, dan moeten wij dat zien als een liefdevolle correctie. Het waarschuwen van de Vader. Want Hij houdt zielsveel van u. En Hij wil dus dat u dicht bij Hem blijft. Zodat wij niet van Hem zullen vervreemden. Zodat de boze niet zal wegroven. Daarom moeten wij gewillig openstaan voor zijn vermaning. Amen. Broeders en zusters, we hebben allemaal ooit wel leren bidden. Of dat het nou ooit is van onze ouders. Of op school. School met de Bijbel. Of natuurlijk als u later bekeerd bent in de kerk. Dus over het bidden hebben we allemaal wel geleerd. Maar over de verhoring van ons gebed, daar besteden we vaak weinig aandacht aan. Als bijvoorbeeld mensen vragen van naar de uitkomst van hun gebed, dan hoor je vaak, ja, ik heb zo vaak gebeden om uit mijn situatie te komen, maar er gebeurt maar niks. Ik ben maar gestopt met bidden. Ik heb mijn situatie maar geaccepteerd. Want blijkbaar is het Gods wil dat ik, of straf dat ik ziek ben, of dat ik arm ben, hulpeloos. Kasianja, Ado, Susa. Weet u, we hebben te maken met een grote misleiding. Iblis, de duivel. En hij wil ons dat wijsmaken. Hij wil ons ontmoedigen. Wanneer onze gebeden niet verhoord worden. En zo kan ons gebed een zware last worden. Wanneer het een routine gaat worden. Daarom wil vandaag de Heer onze gedachten radicaal vernieuwen over de gebedsvorm. Als we allereerst eens met een zelfreflectie nadenken over de volgende vraag. Met welke geloofsverwachting ga u in gebed? Of met welke geloofsverwachting bent u vanmorgen hier gekomen, na de dienst? Laten we deze vraag eens rustig overdenken. Als ik voor mezelf praat, dan faal ik hier nog regelmatig. Wanneer het gaat over de geloofsverwachting als ik in gebed ga, dan moet ik toegeven dat ik vaak faal daarin. Vaak ben ik even snel, sta ik onvoldoende stil bij de verhoring van mijn gebed. En dan is het een gebed zonder verwachting. Dan is het een routinegebed. En misschien zullen anderen hier zo misschien denken en als antwoord geven op de vraag: met welke geloofsverwachting ben ik hier naar de dienst gekomen? Ja, ik ben gewend om al jarenlang naar de dienst te komen. Ik ben gekomen om naar het woord te luisteren. Ik ben gekomen om mooie liedjes hier te zingen. En ik ben natuurlijk ook gekomen om mijn broeders en zusters weer te zien. En natuurlijk na afloop lekker eten. Dit is zeker niet verkeerd. Maar wij moeten ervoor waken dat wij geen routine christenen gaan. Met een krachteloos geloof. En dan gaan we naar het volgende plaatje. Markus 7 vers 13. En zo maakt u Gods woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt. En veel van dergelijke dingen doet u. Met de overlevering wordt hier bedoeld van generatie op generatie het doorvertellen van oud, opa, oma naar ouders, weer naar de kinderen. Dus wij zijn misschien gewend om dingen te doen, omdat het zo doorverteld is. Maar de Heer wil
dat wij radicaal die routinehouding verbreken, opdat wij het woord niet krachteloos maken, wat Marcus 7 vers 13 hier aangeeft. Hij verlangt van ons dat wij in geloofsverwachting zeker weten verwachten dat er vandaag iets bijzonders gaat gebeuren. Halleluja, amen. En het is daarom niet voor niets dat de Heer Jezus ons oproept om een voorbeeld te nemen aan de kinderen. Om net als de kinderen een vol van verwachting te hebben wat hun aardse vader gaat doen. Wat hij beloofd heeft. Als hun aardse vader belooft, we gaan naar Disney World. Dan geloven ze dat meteen voor 1000%. Ze verlangen naar zijn belofte. Ze kijken ernaar uit, ze kunnen niet wachten. Papa Kevin gaat het regelen. Yes, ze verheugen op zijn belofte. Zo moet ook onze houding zijn. Kinderlijk verlangen ten opzichte van onze hemelse vader. Amen. Amen. Dan zal God in beweging komen. Als wij net zoals die kinderen ons openstellen voor Gods nieuwe wereld. Dan zullen wij niet meer moedeloos zijn worden om te bidden. Dan zal iedere gebondenheid verbroken worden. Er zullen getuigen zijn van grote wonderen. Deuren zullen opengaan. Laten we gaan naar het volgende plaatje. Matteüs 7 vers 11. En als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Wauw. Halleluja. Als u die slecht bent, kinderen, dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader in de hemel is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Amen. Hoeveel bevestiging moeten wij nou nog meer krijgen? Laten wij dus niet langer twijfelen. Er zeker van zijn dat onze Vader ons zal geven wat hij, wat wij hem vragen. Een kleine getuigenis. Er was ooit een evangelist. Die ging naar Amerika. En hij was in New York. Hij nam de taxi. Naar zijn hotel. En de taxichauffeur was een moslim. En de evangelist begon een gesprek met hem. De taxichauffeur was ongeveer een jaar of 60 oud. En de evangelist vroeg aan de taxichauffeur: bidt u nog steeds 5 keer per dag? Ja, antwoordde hij. Iedere dag. Al sinds ik een kleine jongen ben. En toen vroeg de evangelist: en wat is in al die tijd het grootste wonder wat u, uw God, heeft zien doen? En toen antwoordde de taxichauffeur: u bent zeker een christen. Hij zegt, de taxichauffeur, als wij bidden, verwachten we niet dat God iets doet. Maar we bidden omdat we horen te bidden. Dus deze man bad al heel zijn leven lang, omdat het zo hoorde. Hij had het zo geleerd van de mensen om hem heen. Het was een routine. Hij verwachtte geen verhoring van zijn gebed. Nou, wij mogen zeker niet oordelen over deze man. Want ook zijn er vele christenen met een houding, dezelfde houding als deze man. Maar de eerste les die de Heer Jezus zijn discipelen leerden over gebedsverhoring was: je mag ervan uitgaan dat God je gebeden graag verhoort. Gebedsverhoring is geen mogelijkheid, maar een zekerheid. Nog een keer: gebedsverhoring is geen mogelijkheid, maar een zekerheid. Jezus geeft ons hier een voorbeeld. In Johannes 11 vers 41. En ik zal het jullie voorlezen. Daar heb ik geen plaatje van. Dat lees ik wel even voor. En Jezus hief de ogen omhoog en zei: Vader, ik dank u dat u mij al verhoord hebt.
En ik wist dat u mij altijd verhoort. En dan wel het volgende plaatje, Johannes 14, vers 12. Waarachtig, ik verzeker jullie. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. En zelfs meer dan dat. Wow. Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen. Zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wow. Wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als ik. De grootheid van de Vader zal door u zichtbaar worden. Dat is voor ons moeilijk te bevatten. Wij denken van, ja, dat kan niet. Hè? Wie ben ik? Wij zijn toch niet net als Jezus, denken wij. Hè? Maar, Lucas 6, vers 40. Zal ik jullie voorlezen wat daar staat. Iedere volmaakte discipel zal net als de meester zijn. Iedere volmaakte discipel, u, zal net als de meester zijn. Daarom is een juiste gebedshouding cruciaal voor ons om de grootheid van de Vader door u zichtbaar te laten worden. Voor hen die nog in de duisternis wandelen, verdwaald zijn. Wij zullen dan zijn als een licht, als het zout der aarde. Hoe kunnen wij nou als een volmaakte discipel worden met een 100% gebedsvoering? Ik heb 6 belangrijke punten, dat is het volgende plaatje. Belangrijk voor gebedsvoering. Onze geloofsverwachting, daar hebben we het net al over gehad. De wil van de Heer. Zijn belofte voor ons. De invloed van de Heilige Geest. Onderzoek uw belemmering, uw blokkade om het te ontvangen. En de laatste, lofprijs en aanbidding. Ik begin bij het punt lofprijs en aanbidding. Aanbidding is een cruciaal onderdeel van gebedsvoering. Het Onze Vader begint ermee. Onze Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. Laten we gaan naar het volgende plaatje, 2 Kronieken 20. Eerst vers 6 tot 11, 2 Kronieken 20. Het verhaal van koning Jozefat, die omsingeld was door 3 grote legers. En Jozefat liet zich niet intimideren door die 3 grote legers. Wat deed Jozefat? Hij ging de Heer aanbidden. Jozefat stond daar en hij bad. Heer, God van onze voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob. U bent de God in de hemel. U heerst over alle volken. Alle macht en kracht is van u. Niemand kan het tegen u opnemen. U bent onze God. Heer, nu vallen legers uit Ammon, Moab en de bergen van Seir ons aan. Vroeger, toen we uit Egypte kwamen, mochten we hen van u niet aanvallen. Wij zijn om hun land heen getrokken en hebben hun niets aangedaan. En de volgende plaatje. Maar nu zijn ze ondankbaar en komen ze ons wegjagen uit het land dat u ons heeft gegeven. God, wilt u alstublieft voor ons opkomen? Want wij kunnen niet zelf tegen dit enorme leger op. We weten niet wat we moeten doen, daarom vragen we u om ons te helpen. En 22. Op het moment dat zij de Heer begonnen te prijzen, bracht de Heer de legers van de Ammonieten, de Moabieten en de Edomieten in verwarring. De Ammonieten en de Moabieten vielen de Edomieten aan en doodden hen. Daarna gingen ze elkaar te lijf en doodden elkaar. Wauw, wat een mooi verhaal. Wat wij hier kunnen leren is van de gebedshouding van Jozefat. De gebedsverhoring van Jozefat. Hij wist zeker dat de Heer
Heere God hem zou gaan helpen. En dat de Heere God onmogelijk mogelijk zou gaan maken. Door eerst zijn naam te verhogen. Zo zal het ook voor ons gaan. Soms staan wij ook tegen een enorme overmacht. Dan is onze vijand die ziekte, die situatie op uw werk of op school zo groot dat u denkt van, ik win hier nooit van, ik kan dit niet. Dan gaan wij de Heere God aanbidden en lofprijzen. Ieder bolwerk van de vijand zal dan neervallen. Break every stronghold. Burn like a fire. Wat we net hebben gezongen. Amen. Amen. Tweede punt. De wil van de Heer. Als we kijken over de wil van de Heer, moeten we eerst een onderscheid maken tussen de algemene wil van God voor iedereen en de specifieke wil voor een ieder persoonlijk van u. Gods woord geeft antwoord op deze vraag. Volgende plaatje. Dankjewel. Laten we eerst kijken naar zijn algemene wil voor ons allemaal. Dat kunt u later thuis ook lezen in de Bijbel. 1. Dat wij ons laten dopen. Prijs de Heer. Amen. Vandaag laten ze dopen. Het is de wil van de Heer. De tweede. Dat wij genezen. Het is zijn wil. Jesaja 53. U kunt het later thuis lezen. De derde, dat wij tongentaal zullen spreken. Marcus 16. De vierde, hij wil ons wijsheid geven. Jacobus 1, vers 5. De vijfde, dat wij naar de samenkomsten gaan. Amen. Dat wij naar de kerk gaan. Dus als wij van tevoren zijn wil weten, voordat wij in gebed gaan, en er dan toch om gaan vragen, dan komt het in feite op neer dat wij Gods woord onvoldoende kennen. Dat is hetzelfde dat een kind aan zijn vader vraagt. Papa, wilt u dat ik mijn bord leeg eet? Ja, dat is vraag naar de bekende weg, toch? Terwijl het kind weet het antwoord al. Zo geldt het ook voor ons. Daarom staat er niet voor niets in Jacobus 4 vers 3. En als u bidt, ontvangt u niets. Omdat u verkeerd bidt. Als ik kijk naar Jesaja 53, ik zal het voor u oplezen. Om onze zonde werd hij, de Heer Jezus, doorboord. Om onze wandaden werd hij gebroken. Voor uw geluk, voor uw welzijn, werd hij getuchtigd. Hij werd vernederd voor u. Zijn striemen brachten ons genezing. Zijn striemen brachten ons genezing. Met andere woorden, ook al ziet u nog niks. Al ziet u nog niks met uw natuurlijke ogen. Wij moeten er van zekerheid van uitgaan dat wij het al ontvangen hebben. Amen. En als wij toch in gebed gaan, Heer, wilt u mij genezen? Dat betekent dat wij gaan twijfelen aan zijn volbrachte werk aan het kruis. Jezus heeft geen half werk afgeleverd. Het is volbracht. Het is volbracht. U bent al genezen. Amen. Het juiste gebed voor genezing zou moeten zijn. Heer, dank u wel dat u door uw striemen mij al genezen hebt. En als wij voor andere zieken bidden, die misschien de Heer nog niet hebben leren kennen, die nog verdwaald zijn in de duisternis, dan spreken we niet over de ziekte, maar tegen de ziekte, met de autoriteit die in u woont, de Heilige Geest. Want u zult dezelfde dingen doen en nog groter dan de Heer Jezus heeft gedaan. Gelooft u dat? Het staat in de Bijbel. Ik verzin dit niet zelf. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie op mij vertrouwt, zal hetzelfde dingen doen als ik. En zelfs meer dan dat. Als we kijken naar de specifieke wil voor een ieder persoonlijk met u. God heeft een specifiek plan voor een ieder wedergeboren christen.
Voor het specifieke plan moeten we luisteren naar de stem van de Heilige Geest. Amen. Als wij bijvoorbeeld een verlangen hebben om een worship leader te worden, of een voorganger, of zendeling, dan zullen we eerst moeten toetsen of dit van de Heer komt. Amen. Heer, wilt u mij bevestigen dat dit van u komt? En de Heilige Geest zal u bevestigen. En als het niet van de Heer komt, en wij gaan toch op eigen inzicht in de bediening, dan zal het zeker geen zegen hebben. Amen. En dan zullen we zeker gaan falen. Het derde punt. Wat is belangrijk voor gebedsverhoring? Zijn belofte weten. In de Bijbel zijn er nu 27 beloften van de Heer voor ons. Ik heb er twee uitgelegd. Als wij bijvoorbeeld angst hebben voor een bepaalde situatie, dan raad ik u aan om eerst Jesaja 41 te lezen. Als u angst heeft voor een bepaalde situatie, voordat u in gebed gaat. In Jesaja 41, daar staat zijn belofte. Wees niet bang, want ik ben bij je. Vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen. Je steunen met mijn bevrijdende hand. Dus laten we de Heer danken voor zijn belofte en er niet om gaan vragen. Nee, we proclameren zijn belofte. Want er zit kracht in onze woorden die wij uitspreken. Heer, dank u wel dat ik niet bang hoef te zijn. Want u bent bij mij. Heer, dank u wel dat ik hier durf te staan. Ik die altijd zoveel faalangst had. Ik die altijd gebonden was, werd door de duisternis. De stemmen van de duisternis. Je kan het niet, wordt niks met jou. 40 jaar lang. Daar is de Heer, ik mag hier nu staan. Amen. Halleluja. Amen. Wees niet bang. Een andere belofte staat in Jeremia 29 vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Wauw. Dus als wij bidden, Heer, wilt u mij een gelukkig leven geven? Dat is de verkeerde manier van bidden. Het is al zijn belofte. En als u een partner zoekt, u bent single, vrijgezel, Heer, dan hoeft u niet te vragen, Heer, wilt u mij een goede partner geven? In geloof, ja, de Heer gaat mij een goede partner geven. Ook al bent u misschien boven de 50, boven de 60, misschien wel boven de 70. Kijk naar Abraham. Hoe oud was Abraham toen hij nog een kind kreeg? 100, toch? Nooit opgeven. Volharden in gebed. Geef de hoop nooit op. Zijn belofte op zijn tijd. In geloof zal zijn belofte voor u vervuld worden. Halleluja. Vierde punt. Heel belangrijk, de invloed van de Heilige Geest. Ik ben een boek aan het lezen over het leven van Reeds Howells. Howells was een eenvoudige man uit Wales. Die werd geboren in 1879. Deze man had een enorme, krachtige gebedsverhoring. Door de werking van de Heilige Geest in hem. Maar voordat hij dat allemaal kon doen, Howells, moest hij door een heel zwaar proces. Hij werd heel zwaar beproefd. Hij moest alles wat hij lief had van de wereld achter zich laten. Radicaal loskomen van de wereldse verleidingen. Al zijn geld afstaan aan de armen. Zijn favoriete eten mocht hij niet meer tot zich nemen. Al zijn begeerte moest hij eerst overwinnen. Zijn eigen ik moest aan het kruis. Reeds Howells, hij gehoorzaam.
Hij gehoorzaamde wat in 1 Korintiërs 6 vers 19 staat. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? En de Heilige Geest maakt Paulus duidelijk dat hij bereid moest zijn om hem onvoorwaardelijk te volgen. Want twee verschillende personen met een eigen wil kunnen nooit in hetzelfde lichaam wonen. Onze eigen wil moet daarom eerst aan het kruis. Perki, ga weg, eigen wil. Zodat de Heilige Geest in ons kan wonen. En hou ons gehoorzaam. En door de kracht van de Heilige Geest werd de zieke genezen. Gebeurden er grote wonderen. Zijn gebeden werden vrijwel allemaal verhoord. Hij was in die tijd een geweldige voorbidder. Geleid door de Heilige Geest. Laten we bidden dat we in deze gemeente de nieuwe Ries Houwels van deze tijd zal opstaan. Amen. Vijfde punt. Onderzoek uw blokkade, onderzoek uw belemmering voor gebedsvoering. Weet u? Soms kan er een blokkade zijn voor gebedsvoering. Misschien de meest voorkomende, ik zeg misschien, ik weet het wel 1000% zeker. De meest voorkomende reden is vergeving vragen van onze vijand. Nou, voor mij is dat de moeilijkste, denk ik. En ik denk voor u misschien ook. Voor onze vijand bidden, oh, dat lijkt zo'n onmogelijke opgave. Adu, zo saai. Echt, echt moeilijk. Helemaal wordt het moeilijk, hè? Als wij op eigen kracht dit gaan. Dan wordt het een mission impossible. Ik bedoel niet te filmen, hè? Ik bedoel, dan wordt het gewoon, op eigen kracht zal het zeker falen. Daarom heeft God een machtige helper naar ons gestuurd. Want God wist dat wij dat nooit op eigen kracht zouden kunnen. Die machtige helper is de Heilige Geest. Alleen door de Heilige Geest zal alles mogelijk worden. Laten we daarom ons laten leiden door de Heilige Geest. Ons geloof is de sleutel om deze superpower te activeren. Dus laat die sleutel niet in uw zak zitten. Even sleutel. Laat die sleutel niet in je zak zitten. Maar pak die sleutel vandaag nog. Opent de deur voor de Heilige Geest die in u woont. Laat hem niet achter die deur zitten. Uw hele leven lang. Open die deur. En u zal grote wonderen kunnen. U zal hetzelfde kunnen doen als wat de Heer Jezus heeft gedaan. En nog meer dan dat. Maar dan moet u wel die sleutel vandaag oppakken. En die deur openen. Laat de Heilige Geest niet achter die deur zitten. Laatste punt voor gebedsvoering. Onze geloofsverwachting. En dan gaan we naar het volgende plaatje. Markus 5, vers 25 tot 34. We lezen eerst tot 31. Het verhaal van de bloedvloeiende vrouw, al 12 jaar lang, kennen we allemaal wel. Onder hen was een vrouw die al 12 jaar bloed verloor. Zij had veel geleden, omdat er veel aan haar was gedokterd. Al haar geld had zij ernaar uitgegeven. Maar het had niets geholpen. Ze was eerder juist achteruit gegaan. Maar nu had ze gehoord over de wonderen die Jezus deed. Zij wrong zich tussen de mensen door naar hem toe. En raakte van achteren zijn kleding aan. Als ik zijn kleding maar kan aanraken, zal ik beter worden, dacht de vrouw. En het bloeden hield onmiddellijk op. En zij merkte dat zij genezen was. Zij verloor geen bloed meer. Op dat moment draaide de Heer Jezus zich om en vroeg: wie heeft mijn kleding aangeraakt? Want hij voelde dat er kracht uit hem was gegaan. En verder het volgende plaatje, vanaf vers 31. Zijn leerlingen zeiden: hoe kunt u dat nou vragen? U staat midden tussen al die mensen.
Maar hij keek rond om te zien wie het was geweest. Geschrokken kwam de vrouw naar hem toe. Ze beefde over heel haar lichaam, omdat zij zich realiseerde wat er met haar gebeurd was. Zij viel op haar knieën, vertelde hem precies wat er was gebeurd. En de Heer Jezus zei tegen haar: vrouw, u bent genezen door uw geloof in mij. Halleluja. Wat een prachtig mooi verhaal. Wat een voorbeeld deze vrouw. Zij bleef vol geloofsverwachting. Zij bleef volharden, 12 jaar lang. Zij bleef verwachten dat op zijn tijd zij zal genezen. Wat een voorbeeld voor ons. En geloof is de sleutel om het bovennatuurlijke te zien. Door geloof zal onze geestelijke ogen geopend worden. En u zult grote wonderen zien. U zult gaan zien wat u al ontvangen heeft. Door geloof zal uw geestelijke ogen geopend worden. En u zal zien wat u al ontvangen heeft. Amen. Amen. Laatste plaatje. Samenvattend. Wat is van belang voor gebedsverhoring? Nog één keer. Onze geloofsverwachting. Zijn belofte van ons weten. Onderzoek uw belemmeringen om te ontvangen. De wil van de Heer weten. De invloed van de Heilige Geest. En de laatste, lofprijs en aanbidding. Ik wil het woord afsluiten zo meteen met een lied. En ik wil het worship team naar voren vragen. Ik wil vragen of de keyboardspeler al zachtjes begint te spelen. Toen ik dit woord aan het voorbereiden was, weken geleden, toen had ik thuis tv aanstaan, YouTube, met wat Indonesische worshipliedjes. Ik hou van Indonesische worshipliedjes. Ik hou meer van Indonesische worshipliedjes dan Nederlandse liedjes. Heel apart is dat. Dat raakt mij altijd. En toen kwam er een lied voorbij, die ik nog nooit had gehoord. En geen toeval, het was een lied over gebed. Doa, mengo bar, sekala sesuatu. Gebed verandert alles. Weet u, ik kreeg kippenvel. Dit lied matcht geheel met wat het woord van vandaag is. Kuberdian, diri met shari. Wanneer de omstandigheden om mij heen mijn vermogen te boven gaan. Halleluja. Amen. God zegen. Thank you.
dat jullie allemaal meer inzicht zullen krijgen over het gebed. En als jullie twijfelen in de Heer waarom dat onze gebed nodig is. Nou, nu weten jullie waarom, hoop ik. Maar onze God verhoort altijd ons gebed. En dan moet je weten van wat er mis is misschien. Of geduldig zijn, dat ook natuurlijk. Maar ooit zal ons gebed verhoord worden. Dat moeten jullie geloven. Dat het gaat gebeuren en dan zal het gebeuren. Amen. Zijn jullie gezegend, broer? Amen. Yes. Laten we onze Heer op zoek vallen.